Welkom in de uitzending van Christ Channel. Vandaag hebben we Arie de Koning in ons midden in de studio. Welkom Arie, helemaal vanuit oude tongen of van nieuwe tongen. Kijk eens aan, je spreekt al in nieuwe tongen. Amen. Omdat de Heilige Geest over u is gekomen. Amen. Maar je hebt momenten erbij gemaakt in je leven waarin het eigenlijk wel behoorlijk pijn was. Veel verdriet heb je meegemaakt. Je hebt meegemaakt het verlies van je vrouw, waar we het straks over gaan hebben. En het verlies van je zoontje. Allemaal ingrijpende dingen. Maar er zit nu vandaag aan de dag toch een man die een bemoediger is. Bemoedigt mensen, gemeentes, met spreken. En dan denk ik van, je bent geweldig. Dat denk ik op een gegeven moment als ik jou zie, dat er een bijbeltekst is, wat je net opgaf, Hebreeuwen 13. Ik heb gezegd, ik zal u geenszins begeven en geenszins verlaten. En dan zie je ook dat God jou door deze hele periode heen nooit heeft verlaten. Nooit. Nooit, amen. Vandaag aan de dag, dan ben je agrariër. Je bent eigenlijk al de geweldige leeftijd gepasseerd van 65 plus, een beetje ietsje ouder. Ruim. Maar je bent vandaag aan de dag, dan werk je nog op jouw landbouwbedrijf. Ja, ja. Met mijn zoon samen. Met Wim? Ja, met Wim. En Wim, die is, oud is hem? Wim is 42. 42? Ja. Maar dat was ook vlak voordat Wim geboren werd, hè? Dan heb je ook iets ingrijpends meegemaakt een jaar daarvoor. Ja, dat is 42 jaar geleden geweest. Toen woonden we nog in Barendrecht, want we zijn pas 17 jaar geleden verhuisd van Barendrecht naar Nieuwe Tongen op het eiland Goeree-Overflakke. Omdat we weg moesten wegens uitbreiding van de gemeente. Die had het cultuurland nodig waar ik toen nog die jaren tuinder op was. Daar was ik een groenteteler. Woon ik 4 kilometer bij de veiling vandaan in Barendrecht. Daar bracht ik al de groenten naartoe. Ja. Maar toen moest ik weg wegens de uitbreiding van het algemeen belang. En toen hebben we grond kunnen verwerven op het eiland Goeree-Overflakke. Waar ik met heel veel dankbaarheid en met heel veel plezier met Wim en mijn zoon samen op mag werken, arbeiden. En we wonen ook samen in bedrijfswoning en op het land. Ja. En het is gewoon heerlijk om het nog te mogen doen. Dat ik wel eens verwonderd ben met 72, dat ik het allemaal nog mag en kan doen. Dus ik ben dankbaar dat het allemaal mogelijk is. Ja. En daarom wil ik ook dienstbaar zijn en zegen zijn voor mensen om ze te bemoedigen. Omdat ik ook om me heen zie, vandaag de dag is er veel pijn en veel nood en veel verdriet. Een hoop mensen met spanningen verkeren op alle terreinen, zowel geestelijk als ook economisch. Want economisch is het ook niet gemakkelijk meer. Nee. Maar ik ben dankbaar dat ik mag getuigen van mijn Heer en Heiland. Dat hij me altijd vastgehouden heeft. Hij heeft me altijd gedragen. En daarom is mijn hart altijd dankbaar om mensen te mogen te bemoedigen. Met Gods woord, met de Bijbel. Wat het belangrijkste is, het handboek voor een christen. Hoe laat ben jij dus nu op dit ogenblik, hoeveel jaar woon je nu op waar je nu woont? Gaat dus dan? 16, even kijken, we wonen 16 jaar, maar we werken er al 17 jaar. En jij bent daar kort toen in die tijd eigenlijk bent komen wonen met je vrouw Shani? Ja, mevrouw Shani en 3 kinderen. Wim, ja. En Carola en Jacqueline, nog 2 dochters. Maar Shani die heeft eigenlijk maar daar ongeveer zo'n 5-6 jaar nog meegemaakt, hè? Ja, die heeft er nog een jaar of 6 nog van mogen genieten van het huis wat we hebben mogen bouwen. Het is ook allemaal heel bijzonder in een polder waar heel veel nood geweest is in de watersnood. In 1953 zijn er heel veel mensen daar in dat gebied verdronken door de watersnood, door de enorme ravage die het water van verwoesting aangericht heeft, is ook heel veel nood. Ja. En toen hebben wij er als gezin mogen vestigen en weer opnieuw mogen bouwen, omdat de dijken op deltahoogte gebracht waren intussen. Dus dat is eigenlijk een bijzondere geschiedenis, maar op zo'n manier zijn we daar ook gestart. En mijn vrouw is ook 10 jaar, bijna 10 jaar geleden is mijn vrouw overleden.
En ja, dus die hebben ook niet meer mee kunnen maken met de kleinkinderen in haar armen houden. En dat is het enige wat mij wel zeer doet, denk ik. Ja, dat is voor een moeder zeker geweldig om kleinkinderen te mogen in de arm houden. Maar jij bent dus nu op dit ogenblik gewoon een hele trotse opa. Heel trots, heel dankbaar. Je houdt van ze, ze komen regelmatig bij je. Ja, 5 kleinkinderen. Het is gewoon geweldig om ook opa te mogen zijn. En al die gelunderende gezichtjes en die stralende oogjes. Nou, dat is gewoon geweldig om daarmee betrokken te mogen zijn. Ik denk, hè, als je dat dan ziet, dat de Bijbel die heeft het over een lied, hè, een oud lied. Tel uw zegeningen 1 voor 1. Amen. Maar dan zie ik dat je heel wat zegeningen in je dagelijks leven ook hebt. Hè? Ja. Gewoon zegeningen van... He, dat met vorig jaar getuigde over je aardappelen. He, dat het hartstikke nat was, dat je ze toch van het land kon afhalen. Door een wonder hebben ze toch weer van het land kunnen oogsten. Dus wat God ook gegeven heeft, ook in de oogst, in de groei, hebben we ook naar binnen mogen halen. Dus ik ben er enorm dankbaar voor, omdat je ziet de kwetsbaarheid vandaag de dag. Met de natuur, met wat er gebeurt, met de omstandigheden, er gebeurt zoveel om je heen. En daarom ben je zo kwetsbaar en afhankelijk. En juist als je afhankelijk wordt, dan word je juist zo dankbaar. Omdat je weet van jezelf, kijk niet, maar je mag het ontvangen uit genade. Ja. En juist omdat ik ook meegemaakt heb, ook van mijn zoontje natuurlijk, het verlies van mijn zoontje van 3 jaar. En daardoor ben ik extra dankbaar voor mijn 3 gezonde kinderen, 2 getrouwde dochters en Wim. Woont bij me thuis en die is niet getrouwd. Nee. En ik heb de pijn ervaren wat het is om een verlies te lijden. En ik zeg altijd in zakelijke, als je in zakelijke nooit geen verlies geleden hebt, zal je nooit de volgende winst ervaren en smaken. Want dan weet je, dat is ook reden voor dankbaarheid, als het goed mag gaan. Dat is ook geweldig. Maar met mijn zoontje was het... Ja, heel dramatisch op Barendrecht, daar praat ik heel ver terug alweer. 42 jaar geleden was er ons oudste zoontje, ons eerste kind van Shani en mij. En die was 3 jaar oud, hij was 8 januari, was hij 3 jaar geworden. En op 2 februari is hij door een ongeval op het erf, op het agrarische tuindersbedrijf in Barendrecht, onder een vrachtauto... Dat hij over kan lopen waar die schuur vandaan, waar ik ook niet op gerekend had. En kwam hij onder het achterwiel net en daar was gelijk ineens overleden. En dan kom je erachter wat het is. De schreden tussen leven en dood is flinterdun. Ja, 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 ja. Zo lang ben je gezond en zo loop je. En dat geldt voor iedereen. Zo ben je alles goed lijkt. En de ene keer ben je overleden. Maar hoe ben je omgegaan, hè, met die pijn die je dan meemaakte? Je hebt een kind, dan krijg je. Je bent er hartstikke blij mee. Ja. Het is meer waard als je huis. Het is meer waard als alles wat je eigenlijk hebt. Ja, ja. En dat op dat moment, dan komt zo'n kind, dat komt om. Ben je dan nooit eigenlijk op dat moment eigenlijk een beetje boos geweest op God? Nee, ik was kapot. Kapot. Kapot van verdriet. Ik was van mezelf was ik heel getorpedeerd. Helemaal lam geslagen. Maar dan leef je op dat moment eigenlijk in een waas. Ja, van verdriet. Waas van verdriet. Als je eerst zo blij liep te springen op het erf. En met die auto die kwam een lading brengen van kunstmest. Je had hem gelost en die auto ging naar buiten. En toen met het wegrijden, toen is hij onder de auto terechtgekomen. Mm-hmm. En dan is het zo'n schril contrast. Als je eerst ziet je zoontje van 3 jaar, zo levenslustig en blij. Ja. En de ene keer, ik heb hem persoonlijk van het erf opgeraapt in mijn armen. Heb ik hem binnen in huis wezen brengen op de bank. Nou, daar valt alles letterlijk uit je handen. Maar ik denk dat dan weer gebed op dat moment was geweest van, nou vader, wek hem weer op. En je wil iemand die je lief is, wil je niks liever als bijhouden. Tuurlijk, ja. Allicht, daar ben je mens voor. Ja, maar kijk, dan zie je op dat moment dat hij dan niet opgewekt wordt, dat hij niet geneest. Maar door de jaren heen, dan zie je wel weer, denk ik, hè, ik wil het niet invullen, maar dan zie ik wel een man die genezen is. Mm. Ondanks door de vele pijnen, ben je eigenlijk aan de kant wel een ervaringsdeskundige geworden op het gebied van...
jongens, ik weet wat pijn is. Ik weet best wel waar je doorheen gaat. Ja, ja. Daarom zie ik eigenlijk ook nu een Arie de Koning die geweldige bijbelteksten naar voren haalt. Een van de favorieten van u, Filippenzen 3 vers 14. Ja, ja, ja. Als u hem opnoemt. Vergeet hetgeen achter je ligt en strek je uit hetgeen voor je ligt. Jaag ik naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Dus we moeten iets najagen. Juist. We moeten dus handelen gaan op het woord van God. Je moet toekomstperspectief hebben. Een toekomst. Amen. En toen ik in die periode was, toen mijn zoontje overleden was en dat ik hem ook zo naar binnen gebracht heb, was het zo'n verschrikking dat alles uit je handen wegvalt, dan doet niks meer. Geen auto of geen land of geen werk of een gewas of wat dan ook. Je bent gewoon lam geslagen. Juist. Van verdriet. Ja. Maar dan komt het wonder. En dat is met je verstand nooit te begrijpen. Maar God, die geeft zo'n troost, die geeft zo'n kracht, dat hij weer opreist en dat hij weer de kracht ontvangt om weer door te gaan. En dat vind ik een wonder op zichzelf. En dan zeg ik het verhaal, ga ik het even verder afmaken, want er zijn zulke belangrijke, bijzondere datums, wat ik ook in mijn leven meegemaakt heb. Want 31 januari, ja, mijn geliefde vrouw Shani, haar verjaardag. Met de koningin trouwens ook, die verjaardag 31 januari is bekend. Maar dat was mijn vrouw ook altijd jarig. En mijn zoontje is op 2 februari is die overleden van 3 jaar. En op zaterdagmiddag hem ter aarde besteld, want dat was zo bijzonder. Waar hij stond thuis opgebaard op het slaapkamertje. En er stond wiegje naast, want mijn vrouw was hoogzwanger van de tweede. En toen stond lege wiegje en kistje naast elkaar. En op zaterdagmiddag hem aan de aarde toevertrouwd op zaterdagmiddag. Toen was het kamertje leeg, het kistje weg en het wiegje nog leeg. En de andere morgen om 6 uur, op zondagmorgen, dat vergeet ik natuurlijk nooit zo'n ervaring. Toen werd mijn huidige oudste zoon Wim geboren. En die is nu 42. En toen werd Wiegje weer gevuld. Toen lag er weer een zoon in. Dus dat zie je eigenlijk ook, hè, dat pijn en verdriet. Hè, dat hebben we allemaal in ons leven. Dat maken we allemaal mee. Hè. Ja. Je gaat door een periode heen. Het schaaf je eigenlijk. Maar uiteindelijk zie je dan weer dat. Hè, wat je over had, over die Wiegje. Die werd opnieuw werd die eigenlijk gevuld. Ja. He, en dan zie je dat wij dus ook in ons leven opnieuw gevuld kunnen worden door de kracht van God. Ondanks alles wat je meemaakt, ondanks dat je door de pijn heen gaat. En vandaag aan de dag spreek je daar ook veel over in een aantal gemeentes waar je uitgenodigd wordt. Want je bent echt een man die mensen motiveert en stimuleert en bemoedigt. Ja. Komt het nou door hetgeen wat je mee hebt gemaakt of komt het door de... Door ook, de ene kant wel, denk ik, maar ook door de Heilige Geest, want je praat uit ervaring. Ja, de Heilige Geest, die geeft juist die rust en die vrede en die liefde die je zo nodig hebt. Juist in de hectische tijd waarin we nu leven. Maar dat mag ook een bemoediger wezen voor de jongeren. En dat vind ik ook zo mooi, ook met die tekst ook, van dat is ook een hele mooie natuurlijk, Jesaja 40 vers 31. He. Want dan ook zelfs ouderen die worden moeder. En mat, maar die jongelingen worden moeder en mat. En de oude, want wie de Heere verwachtte, die putten nieuwe kracht en die ontvangen die kracht. En dat ervaar ik duidelijk. En dat is iets wat je nooit met je verstand kan begrijpen. Maar zoals Gods woord ook zegt, je moet het kindelijk aanvaarden. Je moet het geloven. Je moet aanvaarden. En dat is die genade. En door die genade ontvang je zo'n alle kracht om niet te vergeten hetgeen achter je ligt. Hey? Maar je moet je uitstrekken op het heden en naar de toekomst. Want we zijn pelgrims. We zijn op weg naar een heerlijke toekomst bij de Heer. Maar zolang we hier op aarde zijn, dan mag er nog, ik noem het wel eens, omdat ik een agrariër ben, ben ik gewend eigenlijk om te pijgen en ook wel te streven. Ja, dat zit er een beetje in, dat graag hard doorgaan, hard werken. Ja. En daarom ben ik nog verwonderd dat ik op dit moment
met al die draaiuren van werkuren, dat ik nog zo alles nog mag functioneren. Maar het liefst is Gods woord verkondigen, want het is een boodschap van leven, een boodschap van heil, een genadeboodschap. En dat heeft de wereld nodig, het Nederland nodig, overal. En dat is het liefste wat ik doe te wezen. En daarnaast vind ik het heerlijk als ik op de machines rijd, op de tractoren rijd, op het land rijd. Oh, het is gewoon fantastisch om dat te mogen doen. Amen. In Gods schepping te mogen arbeiden. Maar dat is zeker een man die passie heeft. Hè? Huh? He, een man die geboren is opnieuw eigenlijk vanuit een passie. He, en als je dan aan het zaaien bent en je rijdt met die trekker op het land, dan denk je aan principes van de Bijbelse principes. Juist. Over het zaaien, over het oosten. En dan weet je op dat moment eigenlijk ook door alles heen van wat je vandaag zaait, dat zal je over een tijdje gaan oogsten. En zo zaai je woorden van leven naar mensen toe, naar ons, in onze gemeente. Ja. En wij zijn blij met jou, hoe jij dat aanpakt. En op zo'n mooie, onnatuurlijke, of op zo'n mooie natuurlijke wijze het evangelie brengen. Zo eenvoudig, maar zo, ja, net als dat regen uit de hemel komt. We weten het allemaal wel, maar we gaan er vaak, ja, denken we niet over na. Maar je laat ons nadenken, je laat mensen nadenken. En uiteindelijk, dan zeggen mensen van ja, wat hebben we toch een goede God, die ons door al die jaren tijd heen brengt naar een bepaald doel toe. En ik denk dat je dat ook wel hebt, een bepaald heel doel veel. In je leven. Als ik ook terugkijk hoeveel keren dat ik al gespaard gebleven ben voor een bijna ongeluk. Dan ben ik heel verwonderd dat ik hier hierna mag zitten en mag getuigen van onze Heer en Heiland. Het is gewoon geweldig om dat te mogen doen. Maar ik weet ook toen mijn zoontje Wim, mijn huidige oudste zoon, geboren is. Dat gaf zo'n weer een blijdschap. En toen kwam ik er ook achter, letterlijk, dat het ook naast elkaar ligt. Het huilen van verdriet, emotie, van pijn. Ja. Maar ook de enorme dankbaarheid als je weer zo'n nieuw klein babytje, een nieuw leven in je wieg legt. Oh, dat geeft zo'n blijdschap. Maar juist omdat je weet dat het niet normaal is, dat het gewoon genade is, dat het een gunst is kinderen te mogen opvoeden, omdat je dat zo ervaart. Nou, dat geeft juist die dankbaarheid en die blijdschap. Maar dat is ook weer een reden dat je haast niet meer te stuiten bent, want je wil maar door blijven gaan. Als ik jou tegen jou zal zeggen, we gaan zo afsluiten, maar ik geef jou het woord leven. Dan moet je in twee woorden kunnen zeggen, wat betekent leven voor jou? Eeuwig leven. Eeuwig leven, nieuw leven. En het huidige leven. En het huidige leven. Om God in groot te maken. Amen. Als ik met jou heb over het woord hoop, wat zie je dan? Wat zou je dan zeggen tegen de mensen, tegen de kijker? We hebben een eeuwige toekomst in de Heer verbonden. En daar wil ik iedereen oproepen om Johannes 3 vers 16 ook na te volgen. Om de Heer Jezus aan te nemen. Want in Johannes 14 vers 6 ook zo duidelijk. Dat of we nou naar wat voor kerk we gaan. Of wat voor gemeente. Of wat we ook gaan. Maar er is maar één weg. En dat is de weg van Jezus. En we moeten Jezus aannemen als onze verlosser. Onze redder. Onze Heer en Heiland. We gaan binnenkort ook weer heerlijk Pasen vieren. En dat is zo geweldig. Want doordat de Heer Jezus ook opgestaan is. Is het voorhangsel gescheurd. En is de genade tijd begonnen. Efeze 2 vers 8 en 9 zegt ook zo duidelijk. Want door genade zijt gebehouden. En niet uit uzelf en niet uit werken, maar enkel die genade uit God. Daar wil ik iedereen uitroepen. Of ook zeggen, ook die ook hier naar kijken. Van onthoud één ding wat echt belangrijk is. Al die schatten hier op aarde verzamelen. Mag gerust, je mag erin genieten, want het is ook van Gods schepping. Maar God geeft het ook allemaal in bruikleen. We zijn rentmeesters. Maar het allerbelangrijkste is om hem te dienen en hem toe te behoren. En door die genade mag je ook behouden wezen. Maar zoals ik ook mag prediken veel. En dan doe ik ook lievelingsuitdrukkingen over de graankorrel. En u weet, in de Bijbel staat zoveel over de graankorrel. Je moet sterven. En daardoor krijg je de wasdom. 30, 40, 50, 100 fout wasdom. Nou, dus, dat spreekt een boer enorm in de praktijk aan. Zoveel oogst.
Maar in Gods koninkrijk is het zo belangrijk. En als je ook zo vanuit Gods woord ook leest, die wordt er door onderwezen. Dan moeten de mensen bereid zijn om je oude leven aan de Heer Jezus over te geven. En als je dat opbeleidt, dan kan u ook gewoon thuis doen. In uw huiskamer of de plaats waar u bent. Heeft u altijd heus geen mensen meer nodig. Maar beleid gewoon, Heer Jezus, ik geef mijn oude leven aan u. Zelf kan ik het niet. Wilt u in mijn leven komen en dan komt de Heer Jezus in je leven. En dan zul je de Heilige Geest ontvangen. En dan zal je ook tot inkeer komen. En dan gaat de Heilige Geest ga je onderwijzen. En die geeft ook die Galaten 5 vers 22 zo duidelijk de vruchten van de Heilige Geest. En daar hoort de liefde en de vrede en de blijdschap in. En dat ontvang je dan. En de wereld kan veel geven. Maar onthoud één ding, de vrede en de liefde die uit God is, kan de wereld nooit geven. En als je daarin ook mag leven, in die liefde, in die blijdschap, dan ben je dankbaar voor alles wat de Heer hier op aarde schenkt. En daarom heb je goddelijke bescherming ook altijd nodig op alle terreinen. Amen. En daarom vind ik het geweldig om te mogen getuigen van onze Heer, mijn Heer en Heiland. Hij is mijn redder. Amen. Dankjewel Arie dat je hier was in de studio. Dankjewel voor jouw getuigenis die we ook mochten opnemen. Dat je hebt laten zien dat God een goede God is. Dat danken we voor in de kijkers. Wij bedanken jullie dat jullie hebben gekeken naar deze programma van Christ Channel. En ik zal zeggen, doorzoek de website. Je zal meer getuigenissen zien. Meer mannen Gods. En laat je inspireren door het bovennatuurlijke, goddelijke woord van God. Die jouw leven kan veranderen in Jezus' naam. Amen. Amen.